Je kunt niet zomaar meedoen aan het WDF World Championship. Hiervoor moet je je eerst plaatsen. WDF WK, dat speelt zich ook af in Londen, in Engeland. En daar kun je je voor plaatsen door middel van een aantal WDF toernooien te winnen. Er zijn verschillende toernooien in Amerika waar ik gespeeld heb, op verschillende niveaus. Dus je hebt brons, zilver en goud. En ik heb dit jaar 2 bronzen en 1 goud evenement gewonnen. En daardoor heb ik mij ook geplaatst voor het Lakeside WDF WK. Ondanks dat Jules een Nederlander is, heeft hij toch ervoor gekozen om onder de Amerikaanse vlag te spelen. Ja, daar heb ik voor gekozen omdat ik natuurlijk ook via het Amerikaanse systeem erdoor ben gekomen. En vandaar dat ik gekozen heb om voor Amerika uit te komen en niet voor Nederland. Dus ja, daar ligt die keuze. Ik ben nog altijd gewoon een Nederlander en meersenaar. Maar ik heb het darten in Amerika geleerd en vandaar dat ik ook gekozen heb om Amerika te vertegenwoordigen. Het WDF-WK is dus uitgesteld tot waarschijnlijk april. In de tussentijd is Jules in Nederland, want midden januari doet hij mee aan de Q-school in Duitsland. Met als doel een tourcar bemachtigen. En die tourkaarten kun je dan in Engeland en Duitsland de tour mee spelen, de professionele PDC-tour. En dat kan wel leiden naar het PDC-WK en andere grote toernooien die gespeeld worden. Met zijn tourcard op zak kan Jules dus voor 2 jaar meedoen als prof in grote toernooien zoals de PDC, Professional Darts Corporation. Ik denk voor iedereen die heel graag dart speelt, dat ze uiteindelijk in die PDC terecht willen komen. Dus er zijn 128 PDC tourcardhouders. En iedereen wil daar natuurlijk deel van uitmaken om in die tour te kunnen spelen. Dus dat is het uiteindelijke doel. Met als droom natuurlijk het PDC-WK. Jules hoort nu al bij de beste spelers in Amerika. En als hij een tourcar bemachtigt, dan zal er dus een meersenaar meedoen met de beste dartspelers in de wereld. En een andere regel bij dart is dat je op een dubbel uit moet komen.